Vrijdag, ik ben net wakker. En welkom bij mijn morning routine in vlogstijl. Ik ga er vandaag wat leuk voor jullie van maken om jullie lekker te laten zien hoe mijn ochtendroutine er in de zomervakantie uitziet. Ik zou zeggen, let's go. Ik ben net wakker. Ik heb mijn werk uitgezet. Vaak ga ik in de zomervakantie niet een half uur op mijn telefoon. Dat doe ik wel als ik naar school moet of zo. Dat is heel gek, maar ik heb er gewoon niet zoveel behoefte aan. Ik ga liever gewoon lekker gelijk mijn bed uit en lekker beginnen. Dus let's go. Ik ga zo eerst even lekker douchen. Wakker worden. Even gauw douchen. En kijken wat deze dag vandaag gaat brengen. Maar welkom bij mijn morning routine. Loopt. Dat is misschien wel één leuk feitje. Maar het tweede grappige feitje is dit. Dit zijn washandjes. En dit zijn van die weggooi, één keer gebruiken washandjes. Bij de Kruidvat vandaan. En dit heb ik gekocht omdat we natuurlijk nu met de schuur bezig zijn. En ik dacht, iedereen gaat elke keer douchen. En er zijn gewoon geen washandjes bijna meer over. Omdat iedereen zowat elke avond even onder een douche wil springen. En eventjes zich lekker wel schoonmaken in verband met al dat zweet. Ik denk, ja, of je kan 20 keer washandjes gaan wegwassen per dag. Of je gebruikt gewoon lekker deze dingen. Nou ben ik volgens mij wel de enige die het gebruikt. Maar, ach, ik gebruik het. Dus dit zijn de washandjes waar ik het tegenwoordig mee was. Leuk feitje. Goed. Ik ben lekker gedoucht. Ik heb mijn haar heerlijk gewoon lekker gekamd, zit niks in ofzo. Ik heb lekker een simpel shirtje aan, grijze broek. En ik heb mijn broek, dit is trouwens een nieuwe broek, deze komt bij de Primark vandaan, super strak. En ik heb mijn broek aan de onderkant omgeslagen. Ik heb mijn zwarte schoentjes aan. En ik ben op zich klaar. Ik ga mijn telefoon maar nemen naar beneden. Op dat kamer kan ik hier wel even laten liggen zo. Maar ik moet even beneden opletten. Op de tuin. Want omdat er nog geen slot op het nieuwe hek zit, kan iedereen zo naar binnen en naar buiten. Dus ik pak even gauw wat te drinken. Kijken of Cody er nog zit. Cody! Ja, die zit er nog. Gaan we wat te drinken pakken. Dan ik gewoon lekker even een kopje thee gaan zetten. Daar heb ik op zich wel heel veel trek in. Er zit geen water meer in, dus. Mijn opa die was er net. Die is nu even gewoon naar de apotheek. Die moest medicijnen halen of recept of zo, weet ik het. Ik ga in ieder geval even een lekker kopje thee voor mezelf maken. En ik ga denk ik lekker ontbijten met een kiwi. Want kiwis zijn als het goed is heel erg goed voor je lasting om mijn stoelgang op gang te krijgen. Want ik kan jullie wel even vertellen, na de video van het onderzoek is er dus niet heel veel gebeurd met mij, zeg maar. Want ik heb dus weer geen ontlasting, zeg maar. Ja, ik heb dus de afgelopen 4 dagen geen ontlasting gehad. Dat dus betekent dat alles gewoon weer lekker aan het verstoppen is. Maar ja, ik ga even een kopje thee zetten. Even rustig wakker worden. Het was nogal best een hectische ochtend. Lekker dubbelwandig bekertje. Blijf me drinken lekker warm, lang warm. En dan even wakker worden. Goed, ik zit inmiddels lekker even in de tuin. Lekker wakker te worden. Kopje thee zit af te koelen. Ik moet wel even zeggen dat ik nog heel erg moet wennen aan het feit van deze broek. Deze broek zit hier zo ontzettend strak. Ik heb op zich nooit broeken bij de Primark vandaan. Maar ze zitten gewoon wel heel erg lekker. Alleen ik moet wennen aan het feit.
Ik moet alleen wennen aan het feit dat hij zo ontzettend strak zit. Maar Cody, hou op. Maar daar kom ik ook alweer overheen. Het is gewoon eventjes wennen. Ik ben normaal gewend om aan de onderkant net iets wat lossere broeken te dragen. Maar ach, een beetje verandering kan geen kwaad. Ik gooi die hier wel daar. Het is even lekker wakker worden, jongens. Het is altijd op zich hoe mijn ochtend dat gaat. Ik ga even douchen of wassen. Ik leg me aan. Dan is het tijd om even wakker te worden. Hou op. En ja. Dit is eigenlijk niet zo heel veel boeiende dingen. Cody is heel erg vervelend omdat mijn moeder er nu niet is. Maar goed, in ieder geval qua make-up. Ik heb make-up op. Ik heb alleen mijn wenkbrauwen gedaan, wat mascara op en wat concealer op wat plekjes. That's it eigenlijk. Ik ben niet zo heel erg meer van de full make-up, oogschaduw en zo. Heel soms wel eens, maar de laatste tijd niet zo heel veel meer. Ik ga nu dus even lekker wakker worden en wat filmpjes kijken, wat social media checken. En daarna gaan we verder met de ochtendroutine, maar even lekker wakker worden. Het is niet eens zo laat trouwens. Het is 8:55. Maar ja, dat mag. Het is zomervakantie, jongens. Tanden zijn gepoetst, ik heb gegeten, ik ben kortom eigenlijk helemaal klaar. Ik heb eventjes de papegaai naar beneden gehaald. Ik heb niet gefilmd, maar is eigenlijk wel een onderdeel van mijn ochtendroutine. Dus morgen hou ik standaard de papegaai naar beneden. En ja, op zich een vrij relax ochtendje. Ik ben nu even onderweg naar de winkels. Even een paar boodschappen halen. En even geld pinnen van mijn salaris. Mijn allereerste salaris van mijn vakantiebaan is binnen. En dan ga ik even geld vanaf pinnen voor mijn rijbewijs. Ik heb een speciaal potje waar ik dan al dat geld in doe. En dat sluit dus even mijn moeder, zodat ik er ook niet enigszins aankom. Als ik dacht van joh, ik heb een tientje nodig, haal ik het daaruit. Nee, dat is niet de bedoeling. Dus mijn moeder heeft dat sleuteltje. En ja. Even lekker geld weer pinnen voor mijn rijbewijs. Altijd goed, jongens. Echt, sparen vind ik echt een moeilijk ding om te doen. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik ben echt niet iemand die heel makkelijk heel goed spaart. Eigenlijk gewoon helemaal niet. Ik op de een of andere manier heb ik echt zo'n tik dat als ik geld heb, dan moet het gewoon uitgegeven worden. Dat is natuurlijk hartstikke slecht, ook voor later. Maar wat ik dan wel doe, als er dingen gehaald moeten worden, haal ik wel altijd het alle goedkoopste merk. Dat is dan wel weer goed. Ik heb me trouwens ook even omgekleed. Ik had een mintgroen shirtje aan, maar het was zo warm dat ik lekker een topje aan heb aangedaan. De broek en schoenen heb ik nog wel aan. Ja, even een paar boodschappen halen. Ik moest naar Albert Heijn, pinautomaat. Ik moest nog iets halen, maar dat ben ik alweer vergeten. Maar goed. Goed, best wel een hele grote blunder. Ik vertelde hier nog te vrolijk over sparen en dat soort dingen, dat ik even geld ging pinnen. Ja, dat gaat dus moeilijk als je geen bankpas bij je. Ik heb gisteren fantastisch geswitcht en ik kom er nu dus achter dat mijn portemonnee nog gewoon doodleuk op tafel ligt. Ja, super super slim. Dus ik moet nu teruglopen naar huis en daarna weer terug naar de winkels. Ik was er ook gewoon echt bijna. Maar ja. Oh jongens, gaat lekker. Gaat echt super, 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 super goed. Daar ben ik mee bezig, echt waar. Goed, ik heb wat ik moest hebben. De boodschapjes. Ik ben bij de Action geweest. Omdat ze daar heel erg lange bedovertrek hebben. Die ik graag wil hebben. Met een hele mooie olifant erop. En zoals je misschien weet, ben ik geen van olifanten. En ik vind die gewoon echt heel erg mooi. Dus heb ik gehaald. Ik heb even een spray gehaald en een extra kussensloop, een witte. Ik ben heel erg van de witte kussensloop de laatste tijd, dus
die heb ik gehaald. En ik had nog iets. Wat had ik nog meer? Oh ja, en een vliesdekentje voor over mijn bed. Want mijn sprei, zeg maar, die is dus kapot. En ik denk, ja, ik wil wel wat over mijn bed hebben. Dus ik heb een dekentje gekocht. En een lange 2 meter oplaadkamer, omdat ik natuurlijk nu mijn Samsung heb. Dat was het eigenlijk. Toch weer 24 euro kwijt, omdat dat dekbed was een tientje. Maar, mag wel een keer. Ik vind hem zo leuk en eindelijk kan ik hem nu halen. Ze hadden er ook nog gewoon eentje. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En nu met een hele zware tas naar huis. In de hitte. Het wordt 30 graden vandaag, dat wist ik dus helemaal niet. Zometeen maar even omplayen. Goed, dit is hetgeen wat ik allemaal heb gekocht. Een witte kussensloop. Die zit al normaal op mijn kussen, maar ik wilde er heel graag... Waar is mijn kussen? Daar is mijn kussen. Die zit er al één om, maar ik wilde er heel graag nog eentje extra. Een vliesdekentje. Ik vond deze roze kleur heel schattig, heel leuk, heel zomers. Een hoeslaker. Die heb ik ook gehaald. Ik vond de kleur ook wel heel leuk. En dan natuurlijk het bedovertrek. Dit is het bedovertrek. Ik vind hem heel gaaf. Ik ga hem erom doen. Ik weet dat je hem normaal eerst moet wassen. Voordat je zeg maar het om je bed gaat doen. Maar jammer dan. Ik heb er zoveel zin in. We gaan het bed doen. Ik heb het vanmorgen dan wel weer opgemaakt. Maar ik vind het niet erg om het nog een keer te doen. Let's go. Switch naar de avondroutine. Het is nu inmiddels avond. En tenminste, einde van de middag. Mijn avondroutine begint natuurlijk niet in de avond, maar aan het einde van de middag. Ik heb net even lekker kopje thee gezet. Dan ga ik ze even lekker van genieten. Wat ik nog wel even moet melden, en dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Ik heb vandaag een boek gekocht. En het is geen leesboek. Het is een dagboek, maar voor 5 jaar. Dit is het boekje. Hij is heel dik, maar wel lekker klein. Dit is het boek. En geloof me, dit is zo leuk. Ik ben vandaag begonnen met een aantal dingetjes invullen. En bij elke dag, ik ga even een lege bladzij opzoeken. Nou, dit is bijvoorbeeld de bladzij van morgen. Ik ga het je even laten zien. Kijk. Dit is de bladzij van morgen, 5 augustus staat er. Ik wacht dat het een beetje gaat focussen. Gaat hij nog wat doen of gaat hij niks doen vandaag? Juist. Waar zou je graag geld aan willen uitgeven? En dan moet ik morgen, moet ik hier dus, kijk, er staat 2000 en dan moet ik hier achter zetten 18. En dan moet ik hier mijn antwoord in zetten en volgend jaar, 5 augustus 2020. 19 moet ik hier dan weer van hoog zitten. En zo gaat dat dus 5 jaar door. 1, 2, 3, 4, 5. Dus ja, even serieus. Hoe leuk is dat? Ik ben nu eigenlijk alle vorige dingetjes aan het invullen. Ik dacht eerst van joh, zal ik gewoon lekker beginnen bij 1 augustus. En dan eindigen bij 31 juli. Maar ik dacht, nee, ik denk, ik ga gewoon lekker beginnen bij begin. Dus ik ben vandaag vanaf januari aan het invullen. Sommige dingetjes die kan ik niet invullen, omdat er staat van, joh, wat heb je deze dag gegeten of zo. Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet meer. Ik weet niet wat ik 18 februari bijvoorbeeld heb gegeten. Maar het is wel leuk om deze dingetjes gewoon in te vullen. Dus echt, de vragen zijn hartstikke leuk. Dus die ben ik nu lekker aan het invullen op mijn gemakje. En... verder rest heb ik me... ik had een sticker op mijn laptop geplakt met behang. Misschien hebben jullie dat een tijdje terug gezien in video. Nou ja, daar werd ik dus helemaal gek van. Want dat ging ook plakken. Dus ik heb dit gedaan. Ik heb vandaag een leuk stickervelletje gekocht. En aangezien
ik in een klas terechtkom volgend jaar met waar meerdere mensen een witte MacBook hebben en waarschijnlijk dan totaal niks meer uit elkaar gaat houden, heb ik deze leuke schattige stickertjes erop geplakt om een MacBook een beetje leuker te maken. Over MacBook gesproken, ik ga hem ook even openklappen en kijk, ook hier heb ik een dingetje voor mijn webcam gezet. Ik vraag me niet waarom, maar ik ben echt fobisch met dat soort dingen met de webcams en dat soort gedoe. Dat is niet heel erg fijn, maar ja, je kan maar voorzichtig zijn. Dus ja, hier ben ik nu eigenlijk dus mee bezig. Ik ga even verder met dit boekje invullen. En dan gaan we zo meteen eten. Ik ga even mijn kopje thee opdrinken. Eigenlijk zo meteen mijn avondeten. Ik heb niet heel veel honger, maar hopelijk straks wel. En anders wordt het gewoon een licht avondeten of gewoon wat later of zo. Ik eet niet meer echt op vast. Dus normaal had ik echt op vaste tijden, maar nu het echt zo super warm is, denk ik af en toe gewoon van ik eet al wat later. Ik heb nu echt geen zin. En ik ben er weer. Ik heb net genoten van een heerlijke pizza. Hopelijk komt dat er vanmorgen of zo nog uit. Ik heb het vermoeden van niet, maar laten we het hopen. Want de afgelopen 5 dagen heb ik dus alles weer binnengehouden, zeg maar. Oh jongens, echt niet te doen. In ieder geval, zometeen even mijn zakje nemen nog voor om ontlasting soepel te houden. Maar ja, dat weet ik natuurlijk ook niet zo echt, heb ik het idee. Ik heb Rio even mee naar boven genomen. Ik denk, kan hij even lekker hier spelen. Oh, de kietelt. Ah! Oh, Rio, ga je nou heen? Kom. 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 Gewoon even hier zitten. En ja. Dus nu eventjes YouTube-video's kijken. Dus eigenlijk begin ik eigenlijk altijd na mijn eten doen. Dus kort voor 7, dan ga je gaan om 2 uur slapen. En daarna ga ik even YouTube-video's kijken. Mijn avond is eigenlijk gewoon best heel erg saai in de zomervakantie. Ik kijk even een filmpje, ik doe even dit, ik doe even dat en ik ga slapen eigenlijk. Maar ik denk dat ik vanavond wel gewoon een soort pamper night routine-achtig wil gaan doen. Ik wil lekker een maskertje op gaan doen vanavond en zo. Dus komt helemaal goed. In ieder geval nu even een aantal YouTube-video's gaan kijken. En deze kleine groene draak zo even lekker naar bed doen. Want die moet ook zo lekker gaan slapen. En je ziet waarschijnlijk weer iets heel engs. Maar jij ziet die van. Wat is dat? Oh, doet waaien. Rio's aan de bed en YouTube-video's kijken. Het is 7 over 7. En het is tijd voor een beetje me-time. Ik ga... Oeh. Die dop zat al half los. Ik schrok me rot. Nagelakje opdoen. Zo lekker een maskertje opdoen. En gewoon even lekker relaxed. YouTube-videootje erbij. Ik zou zeggen, let's go. Dit is zo gek. Dit was gewoon net nog een doorzichtig masker. En een paar minuten later is het gewoon één groot schuimmasker. Maar goed, deze moest je 10 minuten laten zitten. Daarna ga ik het afhalen met deze vochtige washandjes. En ik ben lekker beneden Dean en Dave aan het kijken. Dus ik ga lekker verder kijken. Goed, lieve mensen. Ik ben een beetje in een geïrriteerde bui. Ik vraag me eens hoe dat komt. Ik ga jullie ook gewoon lekker alle details besparen. Maar ik ga lekker slapen. Ik hoop wel dat jullie deze video leuk vonden. Mijn avond te zien is eigenlijk gewoon heel erg chill. Ik doe een kopje thee, ik ga YouTube video's kijken, daarna staan we te eten. Na het eten ga ik vaak naar boven, ga ik mijn nagels doen of iets in die trend, een maskertje op of zo. Daarna eigenlijk gewoon YouTube video's kijken. In dit geval ben ik de Temptation Island gaan kijken. En naarmate de avond wordt het later, ga ik slapen. That's it. Ik hoop dat jullie in ieder geval deze video leuk vonden. Bij deze video natuurlijk wel even een blauw duimpje omhoog en dan zien jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Ja, jullie dachten dat de video was afgelopen, hè? Oh, mooi niet. Ik
ben net wakker geworden. Of nou ja, ik ben altijd wakker. Maar ik ben net wel tot het idee gekomen om mijn bureau te gaan verplaatsen. Ik haat het gewoon echt hoe die hier staat. Ik sta met mijn rug naar alles toe. Ik zit in een hoekje gepikeerd. En ik vind het gewoon irritant. En ik wil heel graag mijn bureau daar hebben. Nou heb ik net alles opgemeten. En het zou net moeten gaan passen. Dus ik ga alles verplaatsen. Ik ga proberen alles gewoon lekker hier op te laten staan. In de hoop dat niks afvalt of achtervalt of weet ik het wat. Wat ik wel ga doen is dit vak hier helemaal leeg halen. Want daar zit volgens mij ook echt onzin in. Dat is niet te doen gewoon. Dan gaat dat kastje gaat hier komen. En dan gaan we even kijken hoe dit gaat staan. Ik wil meestal bij mijn raam. Maar eigenlijk zit ik met mijn kachel zit en mijn kledingkast hier. Kijk, als mijn bureau, die zou dan tegen mijn kledingkast aan komen. Maar dan kan ik niet meer bij de achterste deur. Dus dat is ook niks. Maar ik wil hem wel heel erg lang bij het raam hebben. Maar ja, dan misschien daar. Ik ga het proberen. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik hoop dat het leuk wordt. Ik zou zeggen, laat me gaan verplaatsen. Want ja. Ik ga trouwens geen timelapse opnemen. Omdat mijn camera bijna leeg is. En ik heb geen zin. Ik zeg, sorry, maar ik heb geen zin om mijn oplaadkabel beneden te gaan pakken. Dus jullie zien me als alles hier leeg is. Goed, het bureau staat nu daarachter. Nou, ik wil niet echt focussen. Maar het bureau zit erachter. En dat zie je natuurlijk wel. En de kastjes staan hier. En ik vind het aan de ene kant heel erg wennen. Omdat dit pad nu eigenlijk gewoon een stukje kleiner is geworden. Maar ik vind het aan de ene kant ook wel weer heel erg leuk. Alleen dan moet ik wel even dit naar deze kant gaan verplaatsen natuurlijk. Even mijn bed omdraaien. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Echt heel erg blij mee. Ik vind het echt nice. Ik vind het echt heel erg leuk ook gewoon. Ik ga nu alleen even die vakken opruimen. Dat vak en dat vak daar ga ik opruimen. En daarna is het op zich wel klaar. Eigenlijk wel blij dat ik het heb gedaan. Het is heel erg gek nu dat ik daar zo'n vak heb. Maar dat vak daar leg ik alleen maar mijn kussens neer. Dus meer doe ik daar op zich niet mee. Dus, maar ik ben er heel erg tevreden over. Het is echt leuk. Zien voor jullie? Ik weet niet. Ik vind het aan de ene kant gewoon weer heel erg leuk. Dit wordt waarschijnlijk ook de nieuwe setting om video's op te gaan nemen. Of zo, maar dan natuurlijk wel met dat licht uit en wat meer licht van voren natuurlijk. Ik zit even lekker aan het perenijsje. Ik ga zo lekker deze video editen. En ik ga zo even stofzuigen. Ik heb net al gedwaald, eigenlijk moet het andersom. Maar ik zie nu overal plukjes stof nu nog rond dwalen. Dus die ga ik ze even lekker opzuigen. En de kamer hiernaast ga ik ook even doen. Maar ik vind het nog steeds een beetje raar. Maar ik vind het ook wel weer heel erg leuk om zo in één keer te zitten. Ik weet niet. Het heeft wel iets leuks. Ik zit hier nu natuurlijk ook gewoon leuk bij de deur. Ik heb natuurlijk uitzicht op New York. Nou, ik vind het wel heel erg tof eigenlijk. Ik ben heel erg tevreden tot nu toe. Waarschijnlijk volgende week niet meer, maar wie weet. In ieder geval was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De komende week zal ik een weekvideo gaan maken. Dat is lang geleden, maar ik ga het wel weer doen. Ik heb er heel veel zin in. Dus ja, ik zie jullie volgende week bij een nieuwe weekvlog.